Okay. Hoi, ik ben Annelot. Nee, ik was nog niet begonnen. Hoi, ik ben Sarah. Hoi, ik ben Annelot. En dit is onze school. Kom maar mee. Wij hebben eerst jaar mentenles. Wat hebben jullie? We hebben vak op uur wiskunde. Wat ga je er doen? Ik heb nog vragen voor de toets volgende week. Oké, doei. Dit is mentorles. Aan het begin van het jaar doe je vooral spelletjes om elkaar goed te leren kennen. Daarna, later in het jaar, gebruik je een Planda om de toetsen te plannen. Dat is handig voor de toets. Kijk, als je hier goed kijkt, dan ligt het hier zo. We zitten nu met vakopuur. Dat is een hulpuur waar je je vragen kan stellen bij een bepaald vak. Er zijn ook flexuren. Daar maak je je huiswerk of leerwerk in. Je mag zelf kiezen of je vakopuur doet of een flexuur. We zitten nu in talentklas. Dit is expressie. Er zijn er nog meer, zoals dans, sport, muziek, bakken en koken en nog veel meer. Wij hebben voor Mavendoorn gekozen omdat er kansenklassen zijn. We vinden het een leuke school omdat het klein is en je hebt maar 3 lessen per dag. En het is gewoon een superleuke originele school. Ik vind het hier heel gezellig omdat het klein en knus is, dus iedereen kent je een beetje. Ik vond het gewoon een hele fijne school, veel begeleiding. Vooral ook met dyslexie, want ik ben heel erg dyslect. Wat typisch Mavendoorn is, zijn de flexuren die je aan het begin van de dag en aan het einde van de dag kan doen voor je huiswerk. En de vakkenhulpieren, dat je hier begeleid kan worden bij de vakken die je lastig vindt. De kansen die je op Mavendoorn hebt, is dat je kan doorgroeien naar HAVO. Ik ben vanaf MAVO kansklas doorgegroeid naar MAVO en toen naar HAVO. Je leert eigenlijk te ondernemen. Dus wanneer jij een vak lastig vindt, dat je zelf het initiatief neemt om een vakhulpbeurt in te plannen. Als ik dan even iets niet snap, dan vraag ik gewoon, kan je een makkelijk vraag stellen. De leraren komen ook wel gelijk naar je toe als je een vraag hebt. Geen enkele vraag is hier fout of onjuist. Dit was onze school. We hopen dat jullie het leuk vonden en check ook nog even onze website. We hopen jullie snel weer terug te zien. Doei! Doei.